In juli 2019 begint het Rijksmuseum aan het grootste onderzoeks- en restauratieproject in zijn geschiedenis. De restauratie van de Nachtwacht. De Nachtwacht is een van de beroemdste schilderijen in de wereld en ook Rembrandts meest ambitieuze schilderij. Rembrandt doet in de Nachtwacht iets wat nog niemand voor hem had gedaan. Hij krijgt de opdracht een groot groepsportret te schilderen, maar wat doet hij? Hij schildert een verhaal. Een scène waarbij van alles gebeurt. We kunnen nu door de oppervlakte van het schilderij heen kijken met nieuwe, geavanceerde technieken. En we hebben gezien dat er in de oppervlakte van het schilderij veranderingen plaatsvinden. Bijvoorbeeld, het hondje is wat wittig uitgeslagen. Wij willen begrijpen hoe deze veranderingen optreden en hoe wij het beste kunnen restaureren. Allereerst gaan we de Nachtwacht minutieus in beeld brengen. Vervolgens gaan we op basis van dit onderzoek het schilderij restaureren. Dit onderzoek en deze restauratie vinden plaats voor het oog van de wereld. Hier, in de Nachtwachtzaal, in het Rijksmuseum, maar ook online. Zodat iedereen op de wereld, waar je ook bent, het onderzoek en de restauratie kan volgen. Want de Nachtwacht is van ons allemaal.